Goedenavond, dames en heren. We zijn vandaag bij de Lindenberg Aldorf, bij de stand-up festival. En we gaan even een kijkje nemen. Ik ben Mimi, we zitten hier vandaag bij het stand-up festival. Zit ik hier met Patrick. Wat is allemaal vandaag op het programma? Vandaag stonden allerlei workshops en masterclasses op het programma. Alles met urban arts natuurlijk, daar staat het stand-up festival voor. Vanmiddag zijn bijvoorbeeld workshop graffiti tekenen geweest, motion picture maken, rap workshop is geweest, maar ook masterclasses bijvoorbeeld van Hazy van Zwart Licht, beat creating, en een rap masterclass van Under, of ja, Murder Turk heette die eerst. Het is van alles geweest. Wie heeft dit festival georganiseerd? Dit festival is georganiseerd door New Arts Nijmegen, specifiek New Arts College. De studenten van New Arts College die hebben zelf het hele festival opgezet, van begin tot eind. Dus programmering, productie, de PR, dat hebben ze allemaal geregeld onder begeleiding van praktijkbegeleiders. Dus ja. En wat houdt dat in, PR? PR, dus de promotie, hè, van begin tot eind. Nou, ik sta hier met Doeugoe, spreek het goed uit? Ja, sowieso. Doeugoe is van het New Arts, jij zit zelf bij de organisatie. En hoe is zo'n dag eigenlijk voor jou? Hoe zit dat in elkaar? Het is natuurlijk een leuke ervaring en we hebben allerlei artiesten gehad. Wat is jouw taak eigenlijk voor vandaag? Ik ben gastvrouw en ik werk bij de vrijwilligershok. Maar ik ben overal een beetje... Is dat nou als gastvrouw dat je nou extra lief moet zijn of wat moet je dan precies doen? Nou, een beetje uitleggen voor workshops en zo. Waar is en van wie we workshop krijgen, inschrijven. Okay, dus je hebt het vandaag eigenlijk helemaal naar je zin? Jawel. Voor wie is het festival eigenlijk? Dit festival is vooral bedoeld voor urban arts liefhebbers uit heel Nijmegen en omgeving. Vooral de jeugd natuurlijk. Dus de workshops gedeelte was al vanaf een jaar of 8 tot 16 hebben we het vooral op gericht. Optredens 's avonds zijn voor een iets oudere doelgroep, dus de tieners meer, vanaf 12 jaar zo. Ik sta hier met een bezoeker van het festival, je naam is? Amanda. Nou, Amanda is vandaag hier ook geweest bij het festival. Wat heb je vandaag allemaal gedaan? Ik heb vandaag een workshop van buikdansles gevolgd. En een workshop van jou. En dat was salsa dansen. En dat was echt een hele leuke ervaring. En echt iets nieuws om misschien wel te gaan doen. Dus dat was echt heel leuk. En ik heb verder ook echt een geweldige dag gehad. Oké, gelukkig ja. Zij heeft vandaag een salsa workshop van mij gekregen. Vond je het moeilijk? Nee, het was echt gemakkelijk en goed aan te leren. Het was echt leuk om het te doen. En hoe vind je het publiek? Geweldig, leuk. Ze mogen wel wat losser, maar het begint te komen. En de optredens? Heel goed, vooral Leiperé. Sowieso Leiperé. Vorig jaar was het in de Matrix. En wat is de reden dat jullie dit jaar in het Aldorf hebben gedaan? Ja, we zitten vandaag inderdaad in Lindenberg Aldorf. Afgekort LE. Dat is meteen de reden ook dat we hier zitten. Die naamsverandering, zeg maar LE, dat is een naam die we veelal willen gaan gebruiken voor de activiteiten die wij met New Arts hier organiseren. Het is dan ook de bedoeling dat we dit als aftrap kunnen zien, het eerste evenement. Maar we zullen hier nog veel meer gaan doen. Dus we zullen hier documentaires gaan vertonen. We zullen hier een culturele stamppot gaan organiseren waarbij we de Nederlandse en een buitenlandse cultuur met elkaar op één avond samenbrengen. We zullen hip-hop avonden gaan organiseren, er zullen masterclasses komen. Dus eigenlijk zullen hier in dit gebouw in LA de komende jaren steeds meer activiteiten ontwikkeld worden gericht op de jeugd en de kunstvormen die zij nu beleven. Na het festival hebben jullie een afterparty. En waar is dat en wie heeft het georganiseerd? De afterparty die is in jongerencentrum de Staddijk. Die is georganiseerd door ons, New Arts, in samenwerking met de Staddijk. DJ MBA zal daar optreden en het is eigenlijk ook wel de bedoeling dat we in de toekomst steeds meer zullen gaan samenwerken met de jongere organisaties hier, dus Tandem, Interlokaal, Jongerencentrum Staddijk en New Arts of LA, om te kijken hoe we de handen ineen kunnen slaan om steeds meer jongeren te bereiken, want dat is uiteindelijk het publiek waar je het voor doet. Ja.
Bollebof heeft net opgetreden en wat sta jij nou eigenlijk hier te doen? Ik wacht op Bollebof. En dan? Kijk met hem. Een foto met Bollebof. En je gaat het later op je bed hangen? Ja, zeker. Dus je bent een grote fan van Bollebof. En jullie ook. En jij, je vriendinnetjes. Ja. Ja. Dus ik zou zeggen, ga maar snel er naartoe. Ja? Dankjewel. Je hebt net opgetreden. Hoe vond je het publiek? Voor de mensen die er waren, waren ze wel gezellig. Ja. Het was rustig. Het was rustig, maar het was gezellig. Dus je optreden ging wel dope. Heb je vanavond nog meer optredens? We gaan nu haast naar Arnhem, hebben we een showtje. En daarna haast naar Enschede, laatste show. Ik wens je veel succes. Fijne avond. Ik sta hier met de crew van Bollebof. Oeh, sorry. En wie zijn jullie? Lange Sjaak. Ik kan het wel merken. DJ Cypro. DJ van Bollebof? Ja. Nee joh, Virgilio. Dat is Virginio. Ik ga even hier staan en jij bent? Leandro. En wat doen jullie nou eigenlijk precies? Jullie gaan altijd mee naar zijn optredens. En jij, wat heb jij vanavond gedaan? Supporten. Gewoon supporten, dus gewoon... Eentje gaat daar schuilen en DJ. Hoe was jouw avond? Ja, ging goed. Shout-out naar Nijmegen. Leuke vibe hier zo. Ja, en hoe vond je het publiek? Ze waren wel oké, ja. Mocht wel wat beter voor de volgende keer. Nijmegen, maar toch. Komt goed. Volgend jaar weer. Succes in Arnhem straks. Dankjewel. Is het alleen in Nijmegen? Er is ook een stand-up festival in Arnhem van andere New Arts College. Dus ja, we hebben een soort samenwerking. Maar ons festival is wel vooral gericht op het Nijmeegs publiek. Volgend jaar weer hetzelfde festival? Ja, volgend jaar komt er weer een editie. Groter hoop ik. Gaan we wel voor, hè. NTV-kijkers, ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik wel hier bij het stand-up festival. Nou, mijn dag zit erop. Ik ga lekker naar de afterparty in de Staddijk. Doeg! Let's do it. 1, 2, 3, 4.